Deze donderdagochtend zorgde een regengebiedje voor kil en grijze herfstweer. De bladeren zorgden wel nog voor wat kleur, maar na regen kwam er zonneschijn. Helemaal droog bleef het niet, want er trokken nog een aantal buitjes over het land. Dat leverde ook mooie plaatjes op. Hier een regenboog. En als we goed kijken, hier ook nog een dubbele regenboog. En die ontstaat wanneer zonnestralen in die regendruppels nog een keertje weerkaatst worden. En de kleuren zijn dan precies omgekeerd als de hoofdregenboog. Mooie foto's dus ook met die buienluchten. Die buien trekken vanavond en vannacht vanaf de Noordzee oostwaarts over land. Het zijn eerst nog wat opklaringen, maar die bewolking neemt al steeds verder toe. En morgen zien we hier vanuit het westen weer een strook met de regen over het land trekken. We zien af en toe ook wat paarse kleuren in de kaart verschijnen. Dat betekent dat er ook een vlok natte sneeuw of wat hagel bij kan zitten. Dat lage drukgebied blijft hier in onze omgeving hangen en daar hebben we ook in het weekend nog mee te maken. Vannacht vanaf de Noordzee dus nog een paar buien. Die trekken steeds verder het land op. Later vannacht ook in het oosten nog een aantal buien. Daar is het eerst nog vrij helder met wat opklaringen. Kan ook wat nevel of een mistbank ontstaan. In het zuiden van Limburg koelt het af richting het vriespunt. En in de rest van het land komt de minimumtemperatuur zo tussen 2 en 5 graden uit. Morgenochtend is het eerst vrij droog, met naast sluierbewolking ook nog wat ruimte voor de zon. Maar in de loop van de dag neemt vanuit het westen die bewolking toe en gaat het op steeds meer plaatsen regenen. Er staat ook een stevige wind uit het zuiden en in de middag is het met 5 of 7 graden dan ook behoorlijk koud en guur. En door die stevige wind voelt het dan ook net allemaal even wat kouder aan. Tijdens het weekend blijft dat lage drukgebied ons weer bepalen. Het ook dan behoorlijk koud met overdag maximaal 5 graden. Valt af en toe wat regen. Ook dan kan er een vlok natte sneeuw of wat hagel bij zitten. En vooral in de avond en nacht als die temperatuur zo richting het vriespunt gaat. En als we dan voorzichtig vooruitkijken naar de nieuwe week, dan zien we dat die temperatuur in de lift gaat. En dan gaat die winterse neerslag weer uit de verwachting en die maakt weer plaats voor regen.